Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon een pregnancy lounge opzetten? Because God, we know these women deserve this. Nou, Wanda en Cher zijn samengekomen en hebben gezegd, wij gaan dat doen. En ze zijn vandaag hier en ze gaan me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Cher, hi Wanda. Hi. Goedemorgen. Ik ben Cher Blokland, ik ben General Manager van Savon de Monde, Beauty Health and Wellness Gift Shop. En we zijn opgericht in 2016. En we zijn meer dan een 7 cadeauwinkeltje. Mm-hmm. We zijn een winkeltje waarbij je dus ook je producten... No worries. Want ik heb je deze vraag gesteld en you just went for it. Oké. En dus we gaan gewoon door. En it's all good. Ik wilde eerst gewoon weten hoe het met jullie gaat. All right. Ja, maar je hebt al vast gezegd dat er gewoon een winkeltje is. Yeah. En jullie zijn meer dan een zeep- en cadeauwinkel. So you can get presents and you get soap over there. Maar vandaag zijn jullie eigenlijk hier om het te vertellen, want jullie beiden zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd, we gaan een pregnancy lounge oprichten. Maar nu weten we al dat er ook meer dan pregnancy items en experiences daar worden gedaan. Dan ga ik ook even haar vragen wie zij is, dan weet ik wie jullie beiden zijn, and then we're gonna go back. You got this. You're doing great. We gaan gewoon door. Hier stoppen we niet. Wanda, ja. Wie ben jij? Wie ben ik? Ja, ik ben Wanda Kernizaan. Mm-hmm. En ik werk als geboortedoula. Mm-hmm. Ook als holistic health and wellness coach. En wat is een geboortedoula? De meeste mensen kennen dat niet. Ja, precies. Dat is eigenlijk dat ik zwangere vrouwen in hun zwangerschap, bij de bevalling en erna emotioneel, mentaal en fysiek ondersteun. Dus het is echt... de vrouw centraal stellen tijdens haar zwangerschap en supporten waar zij dat nodig heeft. Oké. Ja. Oké. En jij hebt de shop, zij heeft de support. Klopt. En toen hebben jullie gezegd van, luister dan, ik heb de ruimte, zij heeft de kennis en kunde, we moeten samen iets doen. En toen zeiden jullie, oké, we got it, pregnancy lounge. Hoe is dat gebeurd? Nou, eigenlijk zijn we al een hele lange tijd bezig. Zeg maar 7 jaren zijn we al bezig met het een en ander organiseren. En elke keer kwamen we dus weer terecht op self-care sessies organiseren. En uiteindelijk zijn we dus inderdaad gekomen hierop. Mm. En ging het meer om dat we dus, Wanda vooral, om de aanstaande moeders te ondersteunen. Niet alleen dan in het fysieke gedeelte, maar dan ook met de producten en een combinatie daarvan. Mm. Dat was het. Ja, dat is zo gebeurd. Ja. Oké. Wat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen? Want oké, de service is er. Ik heb vanmorgen een test gedaan. En eigenlijk, ik ben eigenlijk sinds eergisteren zwanger. Dus dan kan ik naar jullie komen. En dan ben ik off the go. Nou, ja, gaat niet zo. Je bent altijd welkom. Kijk, de pregnancy lounge. Het is dus eigenlijk een soort van mini-event. Mm-hmm. Wat dus op bepaalde... dagen, zeg maar, data wordt aangeboden. Dus het is niet een walk-in, iets waar je, zeg maar, zo terecht kunt. Dus ik moet mijn pregnancy goed plannen als ik laat. Nee. Nee. Ja, er zijn meerdere pregnancy lounges, dus je komt aan bod. Wanneer het zover is, dan ben je welkom. Okay. Dan ben je welkom, ja. Dus we plannen het op bepaalde dagen. En dat maken we dus kenbaar via social media, onder andere. En daar kan je dus voor opgeven. En dan is het dus dat je dus welkom bent op die dag en tijd om mee te doen met de pregnancy lounge. Het is dus eigenlijk, dat je dan 2 uurtjes eigenlijk voor jezelf uittrekt. Mm-hmm. Het wordt gehouden dus bij Savon du Monde. Mm-hmm. Dus je komt al binnen in een soort serene sfeer. Het ruikt al lekker. Je ziet allemaal mooie dingetjes liggen. Dus je wordt al een beetje enthousiast om inderdaad echt tot rust te komen. Mm-hmm. En dan hebben we een mooi programma eigenlijk uitgezet. Mm-hmm. Waarbij je dus inderdaad fysiek, mentaal ondersteund wordt. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld een lekkere rugmassage. Self-care technieken die Cher met de mensen aanleert. Mm-hmm. Een speciale meditatie, want dat is ook self-care. Echt tot rust komen op het meer mentale vlak. Misschien soms ook wel emotioneel vlak. Een bepaalde geleide meditatie die je dus kan gaan doen. Mm-hmm.
vragen de vrouwen ook om hun yogamatje mee te nemen. Omdat we ook stretches gaan doen. Echt het lichaam ook rustig in beweging gaan brengen. Dus echt om te gaan landen in je lichaam. Eigenlijk is dat het. We zijn zo druk en we doen van alles. Maar dit is echt twee uur. En je maakt ook nog een kind. En je maakt ook nog een kind, precies. En als je dan eigenlijk even de tijd neemt, dan merk je van, oh, hoe gaat het nou eigenlijk met me? Toch? Letterlijk gaan mensen uitademen. En dat is eigenlijk wat we willen. Dus yoga mat mee, want ik ben ook yoga-instructrice sinds kort. Girl, what are you sinds not? Kort. Dus ja, ik dacht, ik wil de total package. Dus sinds kort mag ik dus ook yoga-lessen geven. En dat wil ik dus ook graag aanbieden aan de zwangere vrouwen. Dus we gaan wat yoga-stretches doen. En gewoon ruimte maken voor vragen, voor misschien ook wel bepaalde twijfels. Of dingen waar vrouwen mee rondlopen. Die misschien niet zo makkelijk... Weet je, die je niet zo makkelijk tegen je moeder zegt of je vriendin. Of, weet je wel, dus dit, dat is een beetje de plek die we daar willen creëren. Dat je dus vragen kunt stellen, maar dat je ook informatie kunt delen met andere vrouwen die zwanger zijn. Maar allemaal in een intieme setting. Het is geen massaal gebeuren. Echt tijd voor jou. We zien jou ook echt. Ja. Dus ik luister zo naar haar en je vertelde me ook dat er gewoon spulletjes te verkrijgen zijn. Correct, maar dus eigenlijk... Kom ik als zwangere vrouw in welke stage dan ook? Maar waarschijnlijk moet je al goed zwanger zijn. Like, je moet al een oortje en teentjes gevormd hebben wanneer je daar binnen staat. Dat is niet, per se zo. Mm-hmm. Maar je bent dus wel in een zwangere fase, toch? Ja. En als je dus binnenkomt, wat Wanda net zei, kom je dus gelijk binnen en ja, je ziet gelijk dan de producten. En er zijn dus natuurlijk ook wat adviezen die dan worden gegeven van de producten die gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. De producten zijn ook voor baby's. Dus het zijn natuurlijke en biologische producten. Mm-hmm. Dus mocht je dan ook al zijn bevallen, dan kan je altijd weer terug naar de producten. Mm-hmm. En de nodige adviezen, begeleiding. En dus eigenlijk, het gaat dus ook om die begeleiding tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschapfase. En dan ook met de producten. Daarnaast. Ja. So, jullie hebben besloten om, zeg maar, het is niet elke dag, maar jullie gaan dus op gezette tijden hebben jullie dus de pregnancy launches, waar any carrying woman or future mother kan komen in a safe, sacred environment, waar de juiste producten aanwezig zijn om je te ondersteunen tijdens en ook na je zwangerschap. En ook voor je little bundle of joy. Klopt. En tegelijkertijd wordt ook alle... They're pouring into you mentally. Je mindset. Weet je, de body, soul. Iedereen, alles komt aan bod. Ja. So that is very nice of you two ladies. Ja, we kijken er ook naar uit inderdaad. Ja, absoluut. Nu is de belangrijke vraag, wanneer is de officiële pregnancy launch? Wanneer kunnen mensen zich opgeven? Waar kunnen mensen zich opgeven? Hoe is het gratis? Kunnen we gewoon komen naar binnen? How does it work? Yeah. Oké, de eerste is 26 juni. Mm-hmm. En de tweede is op 3 juli. Mm-hmm. En je kunt je dus via onze nummers kun je registreren. Mm-hmm. Of op onze social media sites. Mm-hmm. En daarnaast heb je dan wel een fee, zeg maar. Mm-hmm. En dat is $50 mm-hmm. per persoon, per sessie. Mm-hmm. En dan heb je een 2 uren dat we bezig zullen zijn met een programma. Mm-hmm. Zeg maar, dat dus aangepast is aan die 2 uren. Mm-hmm. En ja, heb je dus vooral het, wat ook heel fijn is het, de vragenronde mm-hmm. Met Wanda. Mm-hmm. Waar je dus bij wijze van spreken vragen hebt en informatie, nog extra informatie nodig hebt. Kan Wanda dus daarbij dan ook begeleiden en ondersteunen. Oké. Ja. Welke social media sites hebben jullie? Facebook en? Instagram, mm-hmm. TikTok. Ja. Instagram, TikTok. Ik heb een website en we hebben beide een website. Mm-hmm. En WhatsApp kunnen mensen dus ook berichten sturen. Alright. Ja. En waar is het? Of pas als ik geregistreerd heb, mag ik weten waar de locatie is. Oké, want dan is het secret. Nee, helemaal niet. Nee, het is aan de, op Elisabethshof. Mm-hmm. En dat is hier op Noord. Mm-hmm. En dat is aan de Lunastraat nummer 6. Aan de Lunastraat? Lunastraat nummer 6. What? Yeah. Girls, this is the front of the street. Nee, dat is nice. Yeah. Nee, ik kan al nu al bevestigen, guys. Dit is een calm environment, rustige buurt. Ja. Dus vanaf je in dat blok komt, weet je al dat je voor je peace, rest en
refreshingness kant. Nee. Ja. Ladies, that is a very nice initiative of both of you. En ik hoop dat je nog heel veel pregnancy launches gaat doen. Want ik weet niet wanneer ik ga komen. Ja. Precies, dit zijn het. Dit is de kick-off. Dus we kijken ernaar uit. En we zullen er zeker ook zijn als jij zover bent. Als ik mijn best heb gedaan. Is het helemaal getweaked en gefine-tuned. Oké, dan. Ja. Nee. Ja. Ik vond het bijzonder fijn dat jullie bij me waren. En ook heel leuk dat jullie denken aan alle vrouwen die besluiten om moeder te worden. En ook kiezen ervoor om in zichzelf te investeren in het proces. Wanneer zij bezig zijn om leven te maken. Ja. Mm-hmm. Heel belangrijk. Ja. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Cher en Wanda van de Pregnancy Lounge bij mij in de studio. Zij organiseren mini evenementen waar zwangere vrouwen kunnen gaan om even tot rust te komen. Om de kalmte in zichzelf te vinden. Er wordt geïnvesteerd in je emotionele gesteldheid, je physical, je mental. En tegelijkertijd zijn er ook nog alle producten bij die nodig zijn om jou te begeleiden tijdens je pregnancy. En als je babytje hebt gehad, zijn er ook nog producten die je babytje goed zou kunnen gebruiken. Zoals jij nu thuis bent en zwanger bent, denk ik van, oh my god, ik heb geluisterd naar deze vrouwen. Ik heb echt even tijd nodig om naar de Pregnancy Lounge te gaan. Nou, dat kan, want de eerste is op 26 juni. Je kan je opgeven via hun social media sites. Ze hebben verschillende Facebook, Instagram, TikTok. Het komt nu in beeld. Of je kan ze een berichtje sturen op hun nummer. Dat komt ook nu in beeld. Geef je gauw op. Het kost maar $50. Maar wat je ervoor terugkrijgt is priceless. So don't wait. Treat yourself. En geef je direct op. Ga naar de Pregnancy Lounge. En make time for yourself. And remember, your time plus my time. It's cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.